Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, minister Abiyamovo gaat in op aanpassing stroom- en watertarieven, minister Achaiber Singh blij met rust op het koersenfront, alle ambtenaren krijgen 1000 SRD-ondersteuning en naleven COVID-19-regels noodzakelijk. Minister David Abiyamovo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft op basis van de aangekondigde sociale maatregelen van de regering tijdens een persconferentie in de congreszaal op 9 juni 2021 de nieuwe tarieven gepresenteerd van de energiebedrijven Suriname EBS en de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. We nemen u terug naar dat moment. Ik laat u thans zien een tabel met de opbouw van het basistarief in de nieuwe tarievenstructuur. In de tabel staat LS voor laagspanning, HS staat voor hoogspanningafnemers. En het heeft niets te maken met uw 110 of 220 aansluiting. Die zijn LS-aansluiting. De groep laagspanningafnemers is verder onderverdeeld in een huishoudelijke groep en een niet-huishoudelijke groep. Die groepen zijn dan weer onderverdeeld in subgroepen, namelijk 1-fase, 2-fase en 3-fase aansluitingen. Ten aanzien van de huishoudelijke afnemers, 1-fase aansluiting zal een basistarief hebben van 216 SRD. De 2-fase aansluitingen die zullen een basistarief hebben van 357 SRD. Bij de niet-huishoudelijke afnemers zullen de tarieven zijn respectievelijk 372 en 886 SRD. Ten aanzien van de 3-fase groep, hier is er geen vast basistarief. Het basistarief is hier bij de huishoudelijke groep afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen. Ja, dat is het uitgangspunt. Hoeveel hebt u aan geïnstalleerd vermogen? En dat wordt uitgedrukt in KVA. Dus u moet weten hoeveel u aan geïnstalleerd vermogen heeft. Indien u een 3-fase aansluiting heeft, zal dat van belang zijn. Bij de niet-huishoudelijke groep zal het basistarief op basis van het gemeten vermogen worden vastgesteld. Ja, op basis van het gemeten vermogen. Tot zover het basistarief. En dan gaan we over naar het verbruikstarief. En dat moet er zo gaan uitzien. Laagspanning afnemers, 1 SRD en 2 cent. Hoogspanning afnemers, 1,056 en straatverlichting ongeveer 2 SRD en 4 cent. Per kwartaal wordt het verbruikstarief vastgesteld en dan wel op basis van de werkelijke kosten. En die werkelijke kosten zijn onder andere de prijs die betaald moet worden voor de fossiele brandstof, zware olie, diesel en de inkoopprijs voor stroom. Maar ik wil u de volgende slide niet onthouden. In deze slide presenteren we een overzicht van de tarieven in de regio. Hier ziet u een vergelijking met de regio. En voor subsidie op dit moment zitten wij op 4 cent. En na implementatie van die nieuwe tarievenstructuur zouden we moeten gaan zitten op iets van 10 cent. Per kilowattuur. Op Trinidad en Tobago na zijn we dus de laagste nog steeds in de regio.
ondanks de verhoging. De energierekening is dus het basistarief plus het verbruikstarief. Maar ik wil me haasten naar de subsidieregeling voordat dit blijft staan op uw netvlies. Als verantwoordelijke regering hebben we een subsidieregime uitgewerkt. En dit uiteraard als tussenfase om uiteindelijk te geraken tot een systeem van 100% subjectsubsidie in de juiste definitie, volgens de juiste definitie van het woord. Er is een budget van 500 miljoen SRD beschikbaar. En het besluit van de regering is om dat budget, dat bedrag, als volgt te allokeren. En wel per maand per aansluiting. Fase 1 en fase 2 aansluitingen van huishoudelijke afnemers, die krijgen een subsidie van 320 SRD. Fase 1 en fase 2 afnemers in de categorie klein commercieel worden gesubsidieerd met een bedrag van 250 SRD. Een deel van de huishoudens zal met dit subsidieregime zelfs een lagere energierekening krijgen. Maar als regering hebben we besloten om de minimumrekening te houden op 50 SRD. Dat wil zeggen dat geen enkel huishouden minder dan 50 SRD zal betalen aan energie. SWM heeft het, misschien kunnen we zeggen, moeilijker dan EBS. In feite kan het bedrijf het hoofd heel moeilijk boven water houden. En dat is vanwege het feit dat de tarieven die het bedrijf in rekening brengt voor drinkwater, ja, de tarieven zijn ver beneden de kostprijs. Ik zal het zo meteen laten zien. Het bedrijf kan niet kostendekkend opereren. In de afgelopen 5-6 jaren zijn de tarieven van SWM niet meer aangepast, met als gevolg dat de bedrijfsvoering behoorlijk onder druk is komen te staan. En uiteraard als resultaat, als gevolg van de verminderde inkomsten van het bedrijf, ja, kan er ook moeilijk aan bijvoorbeeld onderhoud van het leidingennet gedaan worden. Uitbreidingsinvesteringen die blijven uit, vervangingsinvesteringen die blijven uit. En deze investeringen langer uitstellen, ja, dat kan desastreuze gevolgen hebben voor onze drinkwatervoorziening. Het bedrijf heeft diverse scenario's uitgewerkt voor het aanpassen van de tarieven. Die scenario's zijn uiteindelijk gepresenteerd aan het ministerie, aan de regering en andere sociale partners. Uiteindelijk heeft de regering goedkeuring gegeven aan een aanpassing van de tarieven en wel per 1 juli 2021. Maar dan voor de categorieën grootverbruikers. Tot deze categorieën behoren de huishoudens die 16 kubieke meter of meer per maand gebruiken. Misschien kan ik het laten zien. Ja. Dus nogmaals, de verhoging gaat in voor tariefsgroep 20, de huisaansluitingen bijzonder tarief, bijvoorbeeld de erfkranen. Voor tariefgroep 30b, de huisaansluitingen die meer dan 16 kubieke meter per water per maand gebruiken. Ik zeg dit, het kost SWM op dit moment meer dan 18 SRD om 1 kubieke meter water te produceren. Maar kijk naar de tarieven die thans
dus kolom TH, gehanteerd worden. 2,64, 2,71 SRD. Ik heb voor aanvang van deze persconferentie heb ik een flesje water gekocht. En dit flesje water kost 4 SRD in de winkel. We betalen 4 SRD voor een flesje water in de winkel. En voor 1000 liter water geproduceerd door SWM betalen we, als we kijken naar de erfkranen, als we kijken naar de huisaansluitingen, 2 SRD en 71 cent voor 1000 liter water. Dat is de huidige situatie. Ik ga verder. Ik noemde de datum van 1 juli waarop de verhoging zal ingaan. De huisaansluitingen met een zwembad, commerciële aansluitingen, maar ook de bedrijven die het water van SWM gebruiken als grondstof voor hun eindproduct en de bouwkranen. Voor deze aansluitingen, ik herhaal 20, 30B, 31, 40 en tariefgroep 60. Voor deze tariefgroepen zal de verhoging ingaan per 1 juli 2021. Voor de huisaansluitingen die minder dan 16 kuub per maand gebruiken, de openbare aansluitingen, ziekenhuizen, sociale instellingen, ook tariefgroep 20. Voor deze tariefgroepen zullen we ingaande 1 september 2021, maar wel gefaseerd de aanpassing van het tarief laten ingaan. Minister Armand Achai-Bersing van Financiën en Planning is blij met de rust die nu is ontstaan op het koersenfront. Dat is wat de regering en de deskundigen een hele poos hebben geprobeerd te doen. Vanaf maandag 7 juni 2021 is de koers vrijgelaten en is het zich gaan stabiliseren. Als de koers omlaag kan, is het aardig meegenomen, zei de minister. En precies dat is ons doel, dames en heren, om stabiliteit te creëren. En als we die koers naar beneden kunnen bijstellen, dan is dat mooi. Dat is ook het streven. Maar ik denk dat iedereen snakt naar stabiliteit. En we hebben in de afgelopen maanden hebben we wat maatregelen ingezet. En meningen verschillen. Want ik hoor sommige mensen zeggen, die koers had direct vrijgelaten moeten worden. Wij hebben het nodig gevonden om eerst wat maatregelen in place te brengen, omdat we die economie integraal beoordeeld hebben voordat we het besluit namen om die koers vrij te laten. En vrij laten houdt in dat die koers door vraag en aanbod bepaald wordt. En dat is vanaf afgelopen maandag het geval. En het doet me deugd, ik ben erg blij te constateren, vandaag woensdag, ook na de koersen van vandaag bekeken te hebben, dat er rust is op het koersenfront. En dat we dat ook zo willen houden. We hebben wat maatregelen ingezet, zoals de maatregelen van de retentieregeling, die wet geldtransactiekantoren. Maar ook macro-economische interventies. Omdat, dames en heren, om die koers op 752 te houden, is er veel geld gepompt in de maatschappij. Er is zeer zwaar monetair gefinancierd.
Er is veel geld vanuit leningen in die maatschappij gebracht en dat bepaalt mede de koers. We hebben geïnterveneerd de afgelopen tijd en we hebben de maatschappelijke geldhoeveelheid weer in balans gebracht. Omdat we ervan overtuigd zijn, en daar zijn alle economen het over eens, dat te veel geld in omloop de vraag bepaalt en dat daarmee prijzen, en de koers is ook een prijs van een vreemde valuta, dat daarmee prijzen de lucht ingaan. Wij hebben dus een aantal macro-economische ingrepen gepleegd. En het moment, en u heeft mij altijd horen zeggen, ik ga die koers vrijlaten op het moment dat ik dat opportun acht, op het moment dat ik dat geschikt acht. En nogmaals, ik ben blij dat we kunnen constateren dat de koers tot rust is gekomen. En we gaan, wanneer die koers onrustig wordt, dan moet ik zo zeggen, gaan we ook inkomen. Want we hebben wat in huis om dat te kunnen doen. Maar dat betekent, dames en heren, dat in principe geen reden is voor prijsaanpassingen. Want u weet dat, ook al was de centrale bank koers 1630, op welke koersen de prijzen vastgesteld werden, dat was echt niet 1630. Het was hoger. Nu hebben we een balans. Er is niet echt reden om prijzen aan te passen. Ik moet er wel bij zeggen dat de douanekoers aangepast is. Dat dat wel enige invloed kan gaan hebben. Maar ik zeg er ook direct bij, op basis en essentiële goederen worden geen invoerrechten gegeven. Die komen op een nultarief binnen. Dus we hebben rust gebracht door een aantal ingrepen in de economie. En we gaan die rust proberen vast te houden. Een van de overbruggingsmaatregelen van de regering is het toekennen van een ondersteuningstoelage aan bepaalde groepen. Deze ondersteuning geldt voor 1 jaar en is belast. De ondersteuningstoelage van 1000 SRD wordt niet meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. Deze toelage wordt voor het eerst uitbetaald bij de salarisuitbetaling van juni 2021. Wie komen in aanmerking voor de ondersteuningstoelage? De ondersteuningstoelage geldt voor actieve en gepensioneerde landsdienaren, personeel in de gezondheidszorg, en geldt voor de loonreeksen tot SRD 12.612 per maand. Deze grens geldt voor een ieder, dus zowel voor ambtenaren als overige groepen die daarnet zijn genoemd. Hoeveel houdt u netto over van deze toelage? Hoeveel u overhoudt van deze toelage is afhankelijk van uw huidig bruto inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder u netto overhoudt. In ieder geval houdt u netto tenminste SRD 580 over van deze toelage. Op onze website www.deboodschap.today ziet u een uitgebreide berekening hiervan. We hebben al wekenlang gesproken over het belang van het vaccineren tegen het COVID-19-virus. Echter is het nog steeds noodzakelijk dat u zich houdt aan de Mohana-regels, te weten mond- en neusbedekking op, 1,5 meter afstand en handhygiëne. Ook is het van belang dat u liever thuis blijft om zo fysiek contact met anderen te vermijden. Indien wij al deze maatregelen in acht nemen, is de kans groter dat het COVID-19-virus verder wordt teruggedrongen. Tot nu toe zijn, sedert de uitbraak van het COVID-19-virus in ons land, ruim 17.500 burgers besmet geraakt. Het virus heeft ook vele levens geëist.
De huidige golf in Suriname leert ons dat COVID-19 agressiever en destructief te werk gaat. Dit is voornamelijk te merken aan de hoge toename van het aantal slachtoffers. Sranamangs, makandra wie moefeti COVID-19. Mek wie kibirun serevi, famiri, nangamati. Wij roepen u daarom op alle maatregelen in acht te nemen en deze ziekte niet als een grap te zien. Laten we elkaar helpen. We zijn aan het einde gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.